Een matriek afscheidsgezelligheid is een geleentheid waar die meeste tieners net een keer in hul lewe te beurt val. En om die reden wordt die kans niet sommer sonder reden misgeloop nie. Maar, bij die hoërskool Brackenfell is daar een groepie leerders wat die aand van glans en genot prijsgegee het. Is jy spijt? Nee, dit was een goeie besluit. Nie redig nie, ek weet waar ek die lewe wil wees en matriek dans gaan we nie daar kry nie. Voor die vijftal matriekleerders met ingenieursgrafica en ontwerp as vak, was daar meer belangrike dinge te voet as formele drag en langarmdans. Hulle het aan die Suid-Afrikaanse Instituut vir Mechanische Ingenieurs se jaarlikse Technologie Olimpiade deelgeneem, wat vanjaar by Camp Discovery in Pretoria plaasgevind het. Ja, dit is sad om die matriek afskeid te mis, vooral dat vrijdag aand het gebeur het en ons is daar mooi in Pretoria. Die competitie gekom het, ons het gedink, okay, maar dit is wel die selfde dag as ons matriek dans, maar dit kan op ons CV verskyn, so ek gaan beter wees ons toekomst en al sulke dinge. So, toe besluit ek en my spanmaat nou, maar kom ons neem deel en ons kyk maar waar het gaan, ons nie verwacht dat so goed gaan doen nie. So, ons spanne het eerste keer en derde in die provinciale competitie geëindig en by die nationale competitie geëindig en derde. Toe een paar weke na die provinciale te hoor ons dat ons moet weer gaan finals doen. En om finals te gaan moes ons met die afscheid opoffer het. En na die, toe ons nou besluit het met die afscheid so opoffering, het ons het eindelijk geniet van ons het nou weer gedring en ons het tweede gekom in Suid-Afrika. Die competitie het van die deelnemers vereis om een modelmotor te bou wat met lichtdruk aandrijving minstens 6 meter ver moes rij en net sekere afvalmateriaal kon in die constructie daarvan gebruik word. Die lucht werk die bottel in die koeliesysteem in en vanuit die koeliesysteem die spokes draai, dan drijft die band die achterste as aan en hy beweeg voorin toe met die lucht. Die bottels word plus minus 6 bar gepomp om die voertuig aan te drijf. En hoekom ek belangstel het is, want ek sien myself as ingenieur, iemand wat so iets ontwerp. En ek dink het baie belangrik, want Suid-Afrika kort ingenieurs, die wêreld kort ingenieurs. Al het die leerders om matriek afskeid prys gegee, was dit met goeie rede. En wie weet, dalk is die saadjie geplant vir 'n moontlike loopbaan in die ingenieurswese.